Dames en heren, hartelijk welkom bij Vincent Maakt Muziek, aflevering 2 alweer. Het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwe aflevering komt. Ik had het niet verwacht hoeveel deel 1 werd bekeken, hoeveel leuke comments er kwamen. Dus we gaan zeker verder met een eigen beat na het intro. Oké, people, let's go to work. Hallo mensen. Welkom, dit is Fruity Loops dus. En ik heb hier een aantal geluidjes. We gaan dadelijk een paar van gebruiken, want dat is de bedoeling. Maar we gaan eerst een beat maken. Nou, ik vul hem op 8 neer, dat we 8 maten hebben. En ik heb hier al een hele grote pack. Dat is de Big Fruity Loops pack. Maar die gaan wij dadelijk pas gebruiken. Als ik helemaal naar onder ga, dat heb ik al helemaal uitgezocht. Dan zijn we hier namelijk bij de Da Fruity Packs. Dat heb ik gewoon zelf zo genoemd. En ik ga gewoon even kijken wat voor lekkere kick we kunnen gebruiken. We gaan eens luisteren. Deze wil ik gebruiken. Het is een beetje een zware kick. Het is een beetje, ja, en dan gaan we dadelijk nog een kick op gebruiken. Het is een beetje een soort bass. Een bass kick vind ik. Fabulous. Het is altijd heel goed uitzoeken van wat wil je nou gebruiken? Wat voor kick gaan we gebruiken? Ik sluit deze even af. Dan pakken we een kit van Jay-Z. Dat is de Jay-Z kick. Deze, dat is gewoon de standaard. En dan krijgen we dit. Dat is gewoon een standaard kickje. Maar wat we nou daar bijzonder aan gaan maken is dat het ja wat bijzonder wordt. Dus we doen hem op de derde maat en op deze maat. Ik ga het luisteren. Dat vind ik wel, ik vind dat wel grappig joh. Zo klinkt het al best wel aardig. Sounds. Oké. Cymbals. Hits. Nou, hits gaan we natuurlijk ook doen. Nou, dat zal ik gewoon zo doen in de maat. Dat je gewoon de standaard... Nou, dat is wel een apart melodietje. Nu gaan we kijken bij de extra... We zijn nog niet klaar met de beat, want jullie dachten dat. Nu gaan we gelijk kijken bij de extra sounds die we kunnen gebruiken. En dan kijk ik even snel tussen deze, al deze geluidjes door. En dan pak ik deze. Dat zijn een beetje echo drums. Een beetje, ja, Congo. Dus dat wil ik eigenlijk een beetje combineren. Laten we eens even wat proberen. Want wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik altijd maar. Dat klinkt wel lekker, jongens. Die klinkt wel echt lekker al. Dan klik ik hem hier een paar keer. Maak even een paar keer. Let op, dan gaan we. Dit klinkt beter. Dat is de snare. Dus dan krijg je, die snare kun je altijd op de 4 maten doen. Dus dan krijg je een beetje de beat. Dan zou je de bass een beetje harder moeten doen. En dan krijg je deze. Dat klinkt wel lekker, die snare. Die wil ik wel eigenlijk wel gelijk gaan gebruiken. Ik ben al gelijk al verliefd erop. Meer geluidjes. Die kunnen we op het einde gebruiken. En dan krijg je dit dus. Deze. Maar ik vind het geluid niet zo heel erg denderend. Even kijken of we nog een andere kunnen vinden die dat kan vervangen. Een crash? Nee. Misschien, even kijken hoor. 3. Die misschien. Die zou misschien nog... Die klinkt bij de Congo's. Ja, die klinkt wel lekker. Dat vind ik wel grappig. Oké, nu gaan we dus het melodietje verzinnen. Nou, jullie weten vorige keer misschien een beetje. Ik wil toch gaan werken met mijn favoriet Nexus. Nexus is een wat overzichtelijker programma, vind ik zelf. En we gaan weer een basslijntje gebruiken. Nou, we kunnen even die beat afspelen. Dan kunnen we gewoon wat random eronder doen.
gebruiken. Ik vind deze wel lekker klinken. Ik had een beat. Wat hadden we ook weer? Tune. Oké, tune. Dan gebruiken we die. Dus dan hebben we... Tune. Ik denk dat dit hem is. Oh shit, nee, je moet zo. Tum, tum, tum. Tum, misschien dit. En dan deze langer maken. Oké, dat is dan alleen de baseline. Het is een beetje grove bas. Dus ik wil daar eigenlijk nog een nexus aan toevoegen. En dan gebruiken we even een pianootje. Nee, er zijn hele stomme piano's bij. Ik kan wel even een liedje doen trouwens, let op. Oh, dat lukt niet, wacht hoor. Het lukt niet, sorry mensen, maar anders heb je gewoon deze. Oké, heel apart. Nee, deze gaan we niet gebruiken. Ik ben gelijk overgestapt van... Nee, dance volume. De XP dance volume. Wat krijgen we hier? Klinkt goed, toch? Oh, dat klinkt... Je kan echt heel veel variëren, jongens. Oh, die klinkt wel heel... Die klinkt ook wel vet, jongens. Ik vind die bass moeten veranderen, jongens, want deze klinkt... Deze klinkt beter. Oké, dan maken we deze nog een beetje langer en zo. Zo, dit klinkt nou beter. De piano, waren we bezig? Oké. Even een... Oh, die klinkt heel raar. We hebben zoveel keuze, jongens. Het is eigenlijk niet te harde hoeveel keuze we hebben. Die vind ik wel leuk. Die gaan we proberen. Dus we gaan een melodietje maken. Kijk hoor, want Krijg je deze? Dit, jongens, dit klinkt echt apart. Als we nou nog een insert erbij gaan doen, dan doen we nog een nexus erbij. En dan noem ik die voor dance leads. Kunnen we bijvoorbeeld een beetje een achtergrond. Maar dit is allemaal hard hoor, dit. Nee, dit vind ik te hard. Nee, dit is ook allemaal Fantasy in 3. Misschien zit daar wel bij. Nee. Ja, je moet net de goede hebben, jongens. Je moet net... Dit is mooi, hè? Ik sta even te kijken, jongens, wat we kunnen gebruiken voor dit. Mensen denken, doe rustig aan, Vince. Ja, doe ik. Krijg je? Sorry, ja, je moet af en toe testen, jongens.
daar weet ik wel iets van mee. Let op. Dus krijgen we deze. Gaan met twee. Dus de. Oké, dan krijg je dit. Dus als je deze een beetje zachter zet en deze ook een beetje zachter, dan krijg je... Gaan we testen, jongens. Oké, wat wij nu gaan doen is een tweede nummer maken. Of een tweede stukje eraan vastplakken. Dan pakken we een pad 2. Want dit is dan pad 1 en pad 2. Daar heb ik het al over gekopieerd. Dus we kunnen nu een ander melodietje gaan maken. Dus als ik nou zeg van... dit gaan we anders doen. We gaan een beetje laag melodietjes. Dus we pakken een beetje laag hier. Ja. En dan doen we dat ook. Tum, tum, tum. Krijg je dit, dus. Oh, die klinkt wel lekker dit hoor. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld een paar dingen uitzetten. Dus als we nou die claps eruit zetten, dan krijg je dit. Nou, als we nou die twee dingen hebben, dan zit je dus... Het eerste pad zit je aan en de tweede dingen zit je aan. Die plak je naast elkaar. Dus dan, als je dan in de voice doet, dan loopt dit samen. Dus je zou... Ik ga nu een heel kort liedje maken van een paar seconden. Dit kopen we in een 3. En dan pakken we dus een crash. Het is heel erg raar wat ik nu aan het doen ben, maar het is wel heel logisch. Dan gaan we even naar die... Kane West, daar stond volgens mij de dingen in. De crash. Waar stond die ook weer? Vorige keer hadden we hem gezien, hè? Even kijken hoor, die stond ergens hier in het rijtje thuis. Die kunnen we ook doen, hè? Beetje reggae. Kan je dit doen, hè? Ik weet niet of dit gaat klinken. Dat is voor mij ook even nieuw. Nee, klinkt niet. Je kan het af en toe gebruiken. Je kan het proberen, hè, of iets klinkt. Dat is altijd het leuke aan dit programma. Je kan eigenlijk van alles doen wat je wil. En het wordt langzaam donker hier in mijn kamer. Merken jullie het? waar stond die crash? Should be played at high volume. Oké. Okay. Thanks. Enorm raar geluid. Hebben we nog ergens een crash? Ja, sowieso. Je hebt hier geen zoekfunctie, volgens mij. Of ik weet niet waar het is. Dan kan ik een... Een crash zoeken, jongens. We hadden toch vorige keer een crash? Nou, dat is een... die happert. Kijk, Tupac. Zit er bij de Tupac, zit daar een... snare bij. Dan moeten we bij het drumstel gaan kijken. Daar weet ik hem zeker dat hij bij zit. En sowieso bij de Big Fruity Loops pack. Daar zit hij denk ik wel een C bij van crash. Even kijken hoor. Crash, crash. Club hit, dat is een harde jongen. Crash. CR... Oh, hier komt die crash. Kijk, die kunnen erin gooien. En dan zou je dus kunnen zeggen van... Oké, jullie gaan dadelijk zien wat ik bedoel met dit. En dan pakken we deze. Ik weet niet of het gaat klinken. Altijd testen. En nog een beetje dit zo, een beetje knoeien eraan. Een beetje klikken, je klikt ook maar af en toe wat hoor. En als we dit nou achter 4 doen, hier zo, dan gaan we kijken wat we krijgen, ja?
Oké, en dan zou die weer dus naar 1 moeten gaan. Oké, ik ben benieuwd. Ik weet niet of het allemaal netjes is, want ik heb wat ingesteld dat hij niet helemaal lekker loopt. Maar dit zou het liedje moeten zijn tot nu toe. Dat klinkt toch grappig, jongens. Dat liedje heb ik even snel opgezet in een kleine korte tijd. Ik wil volgende keer zeker weer een leuk liedje maken, gewoon met jullie. En als je een leuke video vond, geef vooral een groen duimpje. Laat een leuke reactie achter net als vorige keer. En dan gaan we zeker weten door met deze serie Vincent Maakt Muziek. Nogmaals, leuk dat je hebt gekeken naar deze video. En als je muziek maakt, laat het ook weten in de reacties. Lijkt me ontzettend leuk om de meningen met elkaar te delen. Ja, doei doei! Nog één keer. Yeah.